100 Amerikaanse prominenten roepen in een gezamenlijke verklaring op tot een vreedzame machtsoverdracht. Onder hen voormalige senatoren en andere leden van het congres, maar ook gouverneurs en hoge militairen. Ja, we weten het, morgen mogen de Amerikanen naar de stembus. Bij ons is nu correspondent Jan Posma vanuit New York al. Jan, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, dat die verklaring komt, wat zegt dat over de spanning in deze aanloop naar de presidentsverkiezingen? Ja, dit is eigenlijk bizar natuurlijk voor een land als Amerika. Dat er dit soort boodschappen naar buiten moeten komen om toch maar te waarschuwen dat er een vreedzame overgang moet zijn. De spanning is echt groot. Ik merk dat bij mensen om me heen. Ik merk dat vooral bij democraten. Die maken zich vooral grote zorgen. Even ter illustratie, bij mijn huis in Washington in de straat, daar wordt een waken gehouden verkiezingsnacht voor vrijheid en democratie. Dat is natuurlijk iets bizar om te bedenken dat in Amerika zo gebeurt. Bij het Witte Huis zijn al uit voorzorg winkels dichtgetimmerd. Er staan daar niks gepland nog aan demonstraties. Maar ja, de vorige verkiezingen, de nasleep daarvan, dat ligt allemaal nog vers in het geheugen natuurlijk. Ik hoor dus bij democraten de zorgen over geweld en democratie. Bij republikeinen hoor je zorgen over fraude. Ook bekend van 4 jaar geleden dus. Maar het zijn twee hele verschillende zorgen. En toch beide kanten denken van ja, het gaat niet goed met dit land en waar moet dit allemaal heen. Tja, dan nog een opmerkelijke opmerking van Trump tijdens een van zijn campagne speeches gisteren. Misschien had ik niet vrijwillig het Witte Huis moeten uitgaan. Waarom zegt hij dat? Wat is zijn doel met die uitspraak? Is dat weer eens om onrust te zaaien? Ja, Trump heeft al langer, eigenlijk deze hele campagne al is het zo, dat Trump een heel duistere boodschap heeft bij zijn rallies. De laatste week is dat eigenlijk weer wat duisterder geworden. Hij klinkt echt steeds bozer. Is eigenlijk op alles aan het schoppen en aan het tieren. En hij wil ook graag laten zien dat hij de tough guy is. Dat hij eigenlijk voor niemand buigt. En ik denk, als je kijkt naar 4 jaar geleden, dat zit hem gewoon nog steeds dwars dat hij die verkiezingen verloren heeft. Laatst in een interview met Joe Rogan zei dit ook per ongeluk toen ik verloor. Nou, daarna kwam hij er meteen weer op terug. Wilde hij dat toch niet toegeven dat hij verloren had. Dat blijft gewoon in zijn hoofd zitten. Dat er toen fraude is gepleegd, dat blijft hij roepen. Dat hij eigenlijk dus onterecht weg moest. Dat blijft erin zitten. En hij wil dus laten zien dat hij echt nooit zal toegeven. En dit is denk ik iets waar hij ook echt spijt van heeft, dat hij toen wel heeft toegegeven. En die duistere boodschap, ja, tijdens die rallies noemde hij de Democraten duivels. Hij hield weer een lang verhaal over stemfraude 4 jaar geleden, waar natuurlijk geen aanwijzingen voor zijn, geen bewijs voor is. Hij zegt ook al dat er nu stemfraude wordt gepleegd. Hij zei ook zo duister, hij wees op het plexiglas wat om hem heen stond, wat natuurlijk ter bescherming is voor hem, sinds die aanslag op hem. Toen zei hij van, nou, hier zit een klein gaatje. Als ik hier door dit stukje zou worden neergeschoten, nou, dat zou kunnen, maar dan zou de schutter wel eerst door de fake news media heen moeten schieten, door die tribune heen. Nou, dat zou ik niet zo erg vinden. Dat soort uitspraken, het is gewoon allemaal heel duister op dit moment bij Trump. Even naar de peilingen dan, Jan. Want in Iowa, daar zagen we een peiling en die zorgt voor opschudding, begrijp ik. Ja, en dat is natuurlijk wel heel gek. Want Iowa, daar hebben we het in de voorverkiezingen wel eens over, maar daar hebben we het niet over als het om de gewone verkiezingen gaat. Want die staat is eigenlijk altijd republikeins. Daar is ook geen twijfel over. Trump won hem de vorige keer ook met echt groot verschil. Ook in de peilingen stond hij daar enorm voor. Nu is er een peiling daar die Harris plotseling op voorsprong zet in Iowa. En dat is echt even sensatie. Iets waar iedereen hiermee bezig is. Want dat is compleet onverwachts. En nou, ik zeg het nog maar even, hè, peilingen moeten we nooit te serieus nemen. Dat is de disclaimer die er altijd bij hoort natuurlijk. Maar dit is echt nog normaal gesproken een heel betrouwbare peiling. Ik zie Trump Iowa nog niet meteen verliezen hoor. Zover is het nog niet. Maar er zit ook hele interessante andere informatie in deze peiling. En dat is waarom iedereen in Washington er ook zo op aanslaat. Ook in de campagnes. Het blijkt namelijk in deze peiling dat vrouwen met groot verschil voor Harris kiezen. Echt met een heel groot verschil. En volgens de peiler heeft dat te maken met het onderwerp
onderwerp abortus, de rol van de Republikeinen, van Trump hierin. Ja. Er zijn allerlei scenario's waarbij deze peiling achteraf misschien weinig betekende hoor. Maar op dit moment alle analisten bij de campagnes die zijn hier echt enorm mee bezig en vragen zich af wat hier geldt. In Iowa gaat dat ook voor die andere swing states misschien wel gelden. Gaan daar vrouwen ook misschien wel meer voor Harris stemmen? En we zien daar bijvoorbeeld al dat meer vrouwen vroeg zijn gaan stemmen. Dat is misschien ook een indicatie. Misschien ook niet. En daarnaast is er nog een peiling van de New York Times. Die laat ook een iets positiever beeld zien voor Harris. Zo vlak voor verkiezingsdag. Terwijl het de afgelopen weken toch steeds een beetje beter voor Trump eruit zag. Dus ja, het zijn maar peilingen. Maar we zien wat lichtpuntjes mogelijk voor Harris. Oké, toch even nog naar die campagne. Want die is nu bijna klaar. Hè? Hoe zagen de campagnes er dit weekend nog uit? Nou ja, we hoorden net al, of ik vertelde net al over hoe Trump vrij duistere boodschap op nahoudt. Hij was eigenlijk all over the place. Hij was in Pennsylvania, ook in Georgia en in North Carolina. Dus hij gaat zoveel mogelijk swing states af. North Carolina is wel een opvallende, want dat is normaal gesproken ook eigenlijk een zekerheidje voor Republikeinen. Nou, op dit moment dus blijkbaar niet. Want Trump die is daar om zijn tijd, die toch op dit moment heel kostbaar is, die besteedt hij nu in North Carolina. Harris. Die was in Michigan vooral, bijvoorbeeld bij een kerk in Detroit. En wat eigenlijk het meeste opviel dit weekend, ze was ook op tv te zien. En dat was onverwachts, dat was een verrassing. Ze was bij SNL, dat satirische tv-programma. Zet hem live. Waar ik moet... Ja, precies. Iconisch, iedereen kent het. Ja. En daar deed ze een sketch met de actrice die haar nadoet. Like that, do I? A little bit. Now, Kamala, take my Pamela. The American people want to stop the chaos and end the dramala with a cool new stepmamala. Kick back in our pajamas and watch a rom Kamala. I want to tell you something. I'm gonna vote for us. Great. Any chance you are registered in Pennsylvania? Mooi. Ja, Pennsylvania is natuurlijk de swing state der swing states. En een beetje om jezelf lachen, altijd goed natuurlijk. Ja, zeker. Vandaag, laatste dag voor de verkiezingen. En we weten, campagnes stoppen 24 uur voordat de verkiezingen er zijn. Nog steeds nek aan nek. Wat merk jij aan spanning op straat? Hè? Behalve die, wat we net bespraken, die 100 prominenten die een brief sturen. De zitting buiten jouw huis. Merk je dat er spanning is op straat? Ja, ik merk dat echt wel. Ik ben natuurlijk de afgelopen maand vier van die swing states afgegaan. Ja. Heel veel met mensen gesproken. En ik merk daar gewoon steeds eigenlijk hetzelfde. Dat Republikeinen die maken zich niet echt zorgen. Die denken echt van, wij hebben de vertrouwen in dat Trump gaat winnen. En dat komt eigenlijk wel goed. Ook als hij president wordt, dan zien wij vooral goede dingen. Democraten die maken zich echt zorgen over de toekomst. Die zijn echt bang voor wat er gebeurt als Donald Trump nog een keer president zou worden. Zijn ook bang voor wat er gebeurt als hij die verkiezingen zou verliezen en er op verkiezingsavond ineens toch een overwinningstoespraak komt voor Trump, terwijl er misschien nog stemmen geteld worden. Dat is natuurlijk iets wat 4 jaar geleden ook gebeurde. En toen werd het toch behoorlijk chaotisch. Met uiteindelijk 6 januari en de bestorming van het Capitool als dieptepunt daarvan. Mensen maken zich daar echt zorgen om. Dus er wordt met spanning uitgekeken naar verkiezingsdag. Nou, Jan, je zit nu in New York samen met Bernard. Hè? We gaan natuurlijk dinsdagnacht in onze tijd gaan we de verkiezingen verslaan. Nog een Amerika-podcast vandaag? Zeker. Wij gaan hier in Amerika nu net naar bed. En dan morgenochtend het eerste wat ik ga doen is even een koffietje halen voor Bernard. En dan gaan we samen nog een podcast opnemen. Gewoon aan het werk. Dankjewel. Vanuit New York, daar is hij dus, Jan Posma. En uiteraard de verkiezingen, die gaan we uitgebreid verslaan. Ik zei het al heel eventjes. Dinsdagnacht, nog een dag, een ruime dag. En dan is het zover, Iwan. Dan zitten wij in Nieuwsport in Den Haag. Zeker, daar is een election night. En daar zenden wij dan uit vanaf 8 uur 's avonds al morgenavond op YouTube te volgen. En dan vanaf middernacht zijn we ook via de reguliere kanalen van BNR live te volgen. Eerst met een interessante avond, met ook allerlei sprekers en dergelijke. En dan vanaf 4 uur een, zeg maar eventjes, lange ochtendspits. Ja. Dan beginnen we dus erg vroeg, woensdagochtend vroeg, vanaf 4 uur. Zet je wekker, wij doen het ook. Wij zeker. En luister mee tot 10 uur naar de ochtendspits. En is er dan al iets van een uitslag of iets dergelijks? We weten het niet, we gaan het zien. Maar je volgt het allemaal hier de komende dagen zeker bij BNR. Zeker.